Zo, goedemorgen. Jullie zitten allemaal minstens 1,5 meter van mij, dus ik ga mijn mondmasker afzetten. Dat praat iets gemakkelijker. Dus ik ben Heiko de Schepper, ook namens mij welkom. Dat is de eerste keer dat we dit doen, dus we gaan een beetje zien hoe dat loopt. De bedoeling is dat we een aantal aspecten van prikkelbare darmsyndroom een beetje theoretisch gaan toelichten. Wat is dat? Hoe pakken wij dat aan als artsen? Dat is misschien niet altijd even doorzichtig als jullie bij artsen komen, hoe dat wij erover denken en wat wij precies met jullie klachten of met jullie problematiek gaan doen. De bedoeling is dat we jullie daar een beetje doorloodsen, dat we ook een beetje een toelichting geven over hoe dat de wetenschap evolueert. Er zijn heel veel studies geweest het afgelopen jaar. Dat heb je ook wel gelezen in de pers, dat we daar een beetje over praten. Maar we gaan beginnen met wat achtergrond. Als er dingen zijn die niet duidelijk zijn of... je hebt vragen of opmerkingen. Als het heel prangend is, dan moeten we mij gerust onderbreken. Het is informeel. We zijn allemaal onder elkaar. Het is geen consultatie. Dat zou de grootste megaconsultatie zijn die ik ooit heb gedaan. Dat is voor de volgende keer. Maar onderbreek mij gerust of schrijf het op. En we kunnen nadien zullen we sowieso een vragenmomentje organiseren. Maar we gaan beginnen. Dat doen we meestal op van die praatjes, ook voor artsen, met een verhaaltje. Dat veel van jullie misschien... Heel herkenbaar in de oren zal klinken. Dat is een dame van 34 jaar die enkele jaren geleden ziek is geworden op reis. Tevoren geen klachten en dan een onfortuinlijke mossel is tegengekomen. Daar heel ziek op geweest. Is een aantal dagen echt een buikgriep heeft gehad. En dat is nadien nooit helemaal gebeterd. En buikpijn blijven houden op en af. Een opgeblazen gevoel dat ze wat op en af door de dag gaat en het aantal keren dat ze heeft moeten zeggen van nee, ik ben niet zwanger, dat kan ze ondertussen al niet meer tellen. En na elke maaltijd moet ze vechten tegen haar darmen om de dwingende drang om naar het toilet te gaan te onderdrukken. En ze is vooral heel moe. Ze is naar de huisarts gegaan en heeft bloed onderzocht, dat was allemaal normaal. Een stoelgangstaaltje onderzocht, dat was ook allemaal normaal. Is uiteindelijk bij een darmspecialist terechtgekomen, die heeft een echografie gemaakt, dat was normaal. Na een beetje dubben is er ook een darmonderzoek, een coloscopie gebeurd, die was ook normaal. En uiteindelijk is het verdikt geworden, ja, misschien heeft u een spastisch colon. Ik denk het, ik weet het niet. En ongetwijfeld hebben jullie dan ook allemaal deze reactie ook al eens een keer gehad. Omdat dat toch nog altijd een heel frustrerende bedoeling of aangelegenheid blijft om al die testen te ondergaan. Negatieve resultaten terug te krijgen of normale resultaten en eigenlijk niet goed te weten waar je misschien op die moment juist staat. Maar vergis u niet, ook voor heel veel artsen is omgaan met prikkelbare darmsyndroom geen evidentie. En soms bestaat misschien nog een klein beetje de tendens om het weg te zetten en de boodschap te geven. Leer er maar mee leven, het komt weer in orde, het is allemaal niet zo heel erg. Maar dat is een filosofie waarvan we toch meer en meer proberen weg te blijven. Als we over prikkelbare darmsyndroom praten, dan spreken we eigenlijk over functionele darmziekten. Dat is de groep van ziekten in het maag-darmsysteem waar dat prikkelbare darmsyndroom onder valt. En wat is dat? Dat zijn ziektes waarbij dat er heel typische klachten aanwezig zijn, die we uit het verhaal heel vlot kunnen halen of heel duidelijk kunnen halen. Maar bij de testen die wij gaan doen als arts, of dat nu een endoscopie is, een bloednamestoegangsonderzoek, een endoscopie, eigenlijk geen afwijkingen laat zien. Alles ziet er normaal uit, maar toch zijn er klachten en soms heel ernstige klachten aanwezig. En vandaar dat we spreken over functioneel. We gaan er dan vanuit dat het niet de vorm is van een darm die afwijkend is, dat er geen zweer is, geen polyp, geen ontsteking. Maar dat het orgaan die een darm slecht functioneert, slecht werkt. En dat kun je natuurlijk met een test waar wij kijken naar het oppervlak, van de darm bijvoorbeeld, kun je dat er niet altijd uithalen. Dat is zeker niet ongewoon. Hè? Prikkelbare darmpatiënten hebben soms de neiging om te denken dat ze daar alleen in staan. Maar dat is zeker niet het geval. Hè? De helft van de patiënten die wij zien als maag-darmarts, niet alleen voor prikkelbare darmklachten, maar ook voor andere klachten, voor reflux, voor eender wat er in je maag-darmsysteem mis kan gaan, gaat uiteindelijk negatieve testen tonen. Hè? En dan spreken we ook over functionele darmaandoening. Dus dat is eigenlijk... de hoofdmoot van de patiënten die wij als gastroenteroloog gaan zien. Dat wil ook zeggen dat we geen testen hebben om de diagnose te stellen op dit moment. We komen daar nog op terug. Er zijn een aantal minder frisse testen die circuleren, die dat wel beweren. Maar de boodschap is heel duidelijk. Op dit moment, zoals we nu staan, in eind 2021, is er nog altijd geen enkele test die prikkelbare darmsyndroom
heel duidelijk, klaar en helder met een kleur bijvoorbeeld kan aantonen. Dus we zijn altijd aangewezen op, wij noemen dat symptoomcriteria of diagnostische criteria. En dat, dat is een geheel van klachten waarvan we experts van over heel de wereld hebben gezegd, kijk, dat is wat je nodig hebt om aan een prikkelbare darmsyndroom te voldoen. En die term ga je nog een aantal keren horen terugkomen, of heb je misschien al gehoord, wij baseren ons daarvoor, zoals heel de wereld, op de Rome-criteria. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat de eerste keer dat al die experten zijn samengekomen, een heel aantal jaar geleden, was in Rome. Zo simpel kan het soms zijn. En dat noemen we dan ook de Rome-criteria voor functionele darmaandoeningen. En dat wordt om de x aantal jaar komen die opnieuw samen en worden die criteria nog eens afgetoetst dan wat we dat op die moment weten over hoe dat prikkelbare darmsyndroom en andere ziekten marcheren. En dan wordt dat eventueel een beetje bijgepast. Hoe dat die Rome-criteria voor prikkelbare darm eruit zien, daar komen we straks op terug. Maar zoals gezegd, het is niet alleen, het zijn functionele darmaandoeningen, het gaat niet alleen over prikkelbare darm. Functionele aandoeningen kunnen eigenlijk over heel je maagdarmsysteem zitten. En gewoon een herinneringsje voor de anatomie. Het begint in je slokdarm waar het eten door passeert en dat komt dan in je maag terecht. Van de maag gaat het door de dunne darm, dat is die een dunne sliert hier, waar de vertering plaatsvindt en opname van voedingsstoffen. Uiteindelijk komt alles in je dikke darm terecht, daar wordt de stoelgang gevormd en vindt het uiteindelijk zijn weg naar de buitenwereld. En ongeveer op elk punt van dat systeem kan een functionele aandoening optreden. Dus je kan zuurbranden hebben, hè, reflux, zonder dat we afwijkingen zien bij de endoscopie bijvoorbeeld die we doen, of de testen die we doen, dan spreken we over functioneel zuurbranden. Je kan maagklachten ontwikkelen, volgevoel, misselijk, opgeblazen, zonder dat de testen niet tonen. Dan spreken we over functionele maagklachten of functionele dyspepsie. Je kan geconstipeerd zijn, heel moeilijk naar het toilet gaan, zonder dat we afwijkingen vinden, dan spreken we over functionele constipatie. En dus als het zowel heel het maag-darmsysteem is dat moeilijk doet, dan komen we eigenlijk bij het hoofdtopic van vandaag en het archetype van de functionele darmaandoening. En dat is wat we dan vroeger een spastisch colon noemden. En dat is meteen ook de laatste keer dat we die term gaan gebruiken, want ik vind dat echt een vreselijke benaming. Werd vooral vroeger gebruikt. Heeft zo de echte connotatie van, ja, we weten het niet, die spastisch colon. Ik vind dat heel hard en koud en negatief. En het zegt ook niet wat prikkelbare darmsyndroom precies is. Dus wij spreken over prikkelbare darmsyndroom. En de term spastisch colon, die gaan we vanaf nu nooit van ons leven niet meer gebruiken. Prikkelbare darmsyndroom, op het internet en in de mond, is dat ook IBS of Irritable Bowel Syndroom. Dus PDS of IBS, dat gaan we een beetje door elkaar gebruiken vandaag. Zoals gezegd, wat zijn de kenmerken van een prikkelbare darmsyndroom? Het hoofdkenmerk is buikpijn. Het is een overprikkelbare darm die overmatig reageert op normale prikkels of wat normale prikkels zouden moeten zijn. Dus als je geen buikpijn hebt, dan heb je ook geen prikkelbare darmsyndroom. Dat is eigenlijk het voornaamste kenmerk. Het gaat heel vaak gepaard met een opgeblazen gevoel of een echt zichtbaar opgeblazen buik. Een abnormaal stoelgangspatroon komt daar ook bij en dat kan een beetje van alles zijn. Dat kan diarree zijn, dat kan constipatie zijn, dat kan de ene week diarree zijn, de andere week constipatie. Dat kan soms zelfs op één dag variëren. Mensen die 's ochtends geconstipeerd zijn en in de namiddag diarree hebben. Dat is een beetje een spectrum van heel het gamma aan stoelgangspatronen dat we kunnen terugvinden. En heel typisch is er meestal ook een verband tussen de pijnklachten die je hebt en het naar het toilet gaan. Mensen zeggen vaak dat ze zich beter voelen als ze naar het toilet gaan, even misschien. Soms wordt het erger bij het naar het toilet gaan, dat kan ook. Maar heel vaak zien we dat er een relatie is tussen de twee. Komt dat vaak voor? Om u een idee te geven, er zijn heel wat studies geweest over heel de wereld die dat hebben nagekeken. Het komt in heel de wereld voor, bij alle lagen van de bevolking. En ongeveer 10% van de mensen leidt aan prikkelbare darmsyndroom. Om u maar te zeggen dat echt wel voor ons de belangrijkste aandoening is waar wij mee geconfronteerd worden. En jullie dus ook de belangrijkste patiënten zijn die wij op onze raadpleging zullen zien. Het komt iets meer voor bij vrouwen. Voor elke man met prikkelbare darmsyndroom zijn er 2 vrouwen met prikkelbare darmsyndroom. En we zien het ook wat meer voorkomen bij jongere mensen, maar dat is eigenlijk niet vaststaand. Ik heb ook 80-jarige patiënten die toch nog een prikkelbare darmsyndroom ontwikkelen. Heel jonge patiënten die prikkelbare darm ontwikkelen. Dus dat is een ziekte van alle leeftijden. En misschien de belangrijkste boodschap hieruit, die grafiek, is dat je zeker niet alleen bent. Hè. Zeker vroeger waren er niet veel manieren om
om dat af te toetsen, om dat te voelen. En voor de tijd van de sociale media en het internet. En de dokters die zeiden van, leert ermee leven, het is spastisch colon, dat komt wel in orde. Nu proberen we toch om mensen die die aandoening hebben ook een beetje samen te brengen en daar informatie naartoe te brengen, omdat het echt wel een heel frequente aandoening is en heel veel mensen met die problemen kampen. Ik ga een kort woordje besteden aan hoe dat prikkelbare darm ontstaat. Sarah Nullos, mijn collega, die gaat er sabiet nog wat uitgebreider over praten als we over de toekomst praten van prikkelbare darmsyndroom. Maar ik ga het vooral heel kort toelichten, omdat ik ook ga spreken over behandeling. En dan is het wel interessant om te weten ongeveer hoe dat prikkelbare darmsyndroom werkt. En het centrum van hoe dat prikkelbare darmsyndroom ontstaat en tot klachten leidt, is voor ons nog altijd de gut-brain-as, of de darm-hersen-as, maar dat bekt een beetje minder vlot, dus de gut-brain-as. En dat is eigenlijk een continue wisselwerking van informatie tussen uw darmen en uw hersenen. Ja, die zijn met elkaar verbonden door zenuwbanen, door bloed, waar dat stofjes in circuleren. En de twee gaan eigenlijk continu informatie aan elkaar doorsturen. Dat gebeurt bij iedereen, ook bij mensen die geen prikkelbare darmsyndroom hebben. Maar bij mensen met een prikkelbare darmsyndroom gaat die communicatie verstoord verlopen. Er gaat geen filter niet meer op zitten. Er gaat heel veel informatie naar boven die misschien niet tot in de hersenen moet geraken. En omgekeerd gaat er heel veel informatie van de hersenen naar de darm, die daar ook een hoop effecten kan hebben, die daar niet per se iets te zoeken heeft. Dus als wij gaan behandelen, dan gaan wij onze behandeling ook ergens op die gut-brain-as proberen te situeren, een beetje afhankelijk van waar uw klachten precies zijn. Dit is een iets drukker figuurtje, mijn excuses, maar gewoon om aan te tonen dat dit is waar we pak 20 jaar geleden ook wel wisten dat dat belangrijk was. Maar de laatste jaren zijn we heel duidelijk een aantal details in die gut-brain-as eruit kunnen gaan pikken die we kunnen gebruiken om een behandeling in te stellen. Dingen die belangrijk zijn om tot prikkelbare darm te leiden. Ter hoogte van de hersenen weten we dat psychische factoren heel belangrijk kunnen zijn, dat stress heel belangrijk kan zijn, angst heel belangrijk kan zijn, depressie heel belangrijk kan zijn, omdat dat nu eenmaal heel veel informatie terugstuurt naar de darmen toe. En ter hoogte van de darm weten we dat voeding een heel belangrijke rol speelt, daar gaan we straks ook nog over praten, dat microbioom een heel belangrijke rol speelt, al de bacteriën en microben die in uw darm wonen, die spelen daar ook zeker een rol in. Galzouten zijn heel belangrijk, daar kom ik straks nog op terug. En die gaan allemaal, die darmwand die doorlaatbaar of meer doorlaatbaar is dan iemand met een gezonde darm, lekker, zo u wil, gaan die darm allemaal gaan beïnvloeden, wat tot informatie of prikkels leidt die opnieuw naar de hersenen toe gaan gaan. En zo kom je in een soort van malmmolen van prikkels in de darm, informatie naar de hersenen, of veel te veel informatie naar de hersenen, die dan opnieuw terug informatie naar de darm gaan sturen. En dat wordt een soort van carousel uit de hel, waar je op den duur ook niet meer uit geraakt. Toch nog even om terug te komen op die stress, want dat is niet altijd even gemakkelijk om psychische factoren in die prikkelbare darmpuzzel te gaan inbouwen. Vroeger kregen mensen soms de gedachte van, het zit allemaal in mijn hoofd, want de dokter zegt dat ik stress heb en dat ik daaraan moet werken. Hij denkt dat ik gek ben. Dat is zeker niet het geval, uiteraard niet. Maar we weten wel dat heel ernstige stress een prikkelbare darmsyndroom soms kan uitlokken. Soms is dat de start. Een heel traumatische levensgebeurtenis, het overlijden van een ouder bijvoorbeeld. Een scheiding, een andere heel zware of belevenis die een heel zware impact heeft. En het kan klachten ook verergeren. Dus als je al een prikkelbare darm hebt en je maakt heel stressvolle zaken door, dan gaat dat een opstoot kunnen uitlokken, gaat dat je klachten kunnen verergeren. Er is zeker wel een link tussen de twee. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat de oorzaak in je hoofd zit. Maar wat er in je hoofd gebeurt, speelt wel degelijk een invloed, heeft wel degelijk een effect op hoe dat je darmen zich gaan gedragen. En omgekeerd, als je lang prikkelbare darmsyndroom hebt, het zou maar gek zijn dat dat niet op den duur op je gemoedstoestand begint te wegen. En omgekeerd gaan mensen met prikkelbare darm ook heel vaak psychische klachten ontwikkelen. Gaan zich isoleren, gaan stress ontwikkelen, depressief raken vaak. Dus dat nemen wij altijd mee in de behandeling of in de aanpak van een prikkelbare darmpatiënt. Als het niet alleen in je hoofd zit, in de brain van onze gut-brain-as, zit het dan allemaal in je darm. Er zijn een aantal factoren waarvan we weten dat die daar effectief een rol spelen. Onder andere het doormaken van een infectie. Denk aan ons verhaaltje waar we mee begonnen zijn.
Het doormaken van een heel zware infectie kan soms de start zijn van een prikkelbaar darmsyndroom. Dat weten we. En onderzoek van de collega's van Leuven, die dat straks nog gaan toelichten, heeft aangetoond dat mestcellen er iets mee te maken hebben. Dat is een kleine teaser, maar dat komt straks nog wel wat uitgebreider terug. We weten ook dat het microbioom, de bacteriën in de darm, daar heel nauw bij betrokken zijn. We weten dat mensen met een prikkelbare darm andere bacteriën hebben in de darm dan mensen zonder prikkelbare darm. Een minder divers bacteriepopulatie, bacteriefamilie in de darm. Dat noemen we dysbiose met een technische term. We weten ook dat antibiotica een opstoot kunnen uitlokken of prikkelbare darmsyndroom zelf kunnen uitlokken. En antibiotica gaan uw microbioom in de darm, zelf al nemen we dat niet voor darmklachten, maar voor een sinusitis bijvoorbeeld, gaan toch nog een effect kunnen hebben op de flora in hun darm. Dat heeft ook impact op de behandelingen. We werken met therapieën die het microbioom gaan moduleren. Maar de belangrijkste sleutel die nog ontbreekt in heel het verhaal, om daar echt heel ver mee te geraken, is dat we eigenlijk nog altijd niet weten hoe dat een normaal microbioom er exact moet uitzien. Daar komen we nog op terug. Voedsel speelt ook een heel belangrijke rol. En hier ga ik toch nog heel even het verschil tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie toelichten. Omdat dat, heel veel mensen denken effectief en terecht ook als ze naar mij komen of naar een collega dat er een voedselallergie speelt. Omdat ze heel heftig reageren op het innemen van bepaalde voedselproducten. Maar meestal berust dat niet op een voedselallergie. Een voedselallergie is een allergie. Dat is een allergische reactie waarbij dat je lichaam gaat reageren. Meestal op één specifiek uitlokkende factor. Dus dat gaat één elementje van een voedselproduct zijn. En als je daar een kleine hoeveelheid van inneemt, dan word je ziek. Maar het is een allergie, dus dat gaat meestal gepaard ook met allergische klachten. Tranende ogen, jeuk, kortademigheid, uitslag. Daar kunnen maag-darmklachten bij komen soms. Maar meestal is dat niet het belangrijkste in het verhaal. Meestal is de allergie, de allergische reactie, hetgeen dat gaat domineren. Dus als je dat niet hebt, als je enkel maag-darmklachten hebt, is de kans ook heel klein dat het echt om een voedselallergie gaat. Is dat er wel? Ja, dan moeten we daar natuurlijk naar gaan zoeken. En dat kan je dan doen met een bloedtest of door bij de allergoloog een huidtest te laten doen. En dan is de behandeling ook heel eenvoudig. Hè. Dan moet je, is dat als je geïdentificeerd is, hè. Stel dat je allergisch bent aan schaaldieren, ja, dan moet je dat natuurlijk absoluut gaan mijden en dan ga je ook geen klachten ontwikkelen. Wat we bij prikkelbare darm meer zien zijn voedselintoleranties. Dus letterlijk wil dat gewoon zeggen dat je bepaalde voeding niet verdraagt. Dat je daar klachten ontwikkelt als je die gaat innemen. Heel vaak is dat niet één mini-ietsje. Dat zijn vaak verschillende zaken waar je niet tegen kan. Lactose, gluten, kolen. Dat is nooit één voedselproductje dat je klachten geeft. Hier zijn er heel duidelijk de darmklachten die dominant zijn, niet de allergische klachten, maar darmklachten, buikpijn, opgeblazen gevoelstoornisklachten, dus echte prikkelbare darmklachten. Je kunt dat niet testen met een bloedtest. Er zijn laboratoria die dat beweren dat ze dat kunnen doen, maar dat klopt niet. Er is geen enkel test waarmee je een voedselintolerantie in het bloed kan opsporen. Soms wel met een ademtest, maar met bloedtesten kan je dat niet. En als je dat wil behandelen of gebruiken in behandeling, hoef je niet maniacaal, zoals bij een allergie, elk minste contact met dat voedselproductje te gaan schrappen in je leven. Het beperken is eigenlijk voldoende. Ja, dus de inname milderen is voldoende. Je hoeft niet op bijsluiters te gaan kijken, bijvoorbeeld van medicijnen, of dat productje daarin zit. Dat verdraag je meestal perfect. Het gaat eigenlijk over de proportie van wat je eet. Om dat een klein beetje te illustreren, heb ik het voorbeeld van de lactose-intolerantie eruit gehaald, omdat dat heel vaak voorkomt in onze bevolking. En ook heel vaak voorkomt bij prikkelbare darmpatiënten. En als die lactose-intolerant zijn, gaat dat zich door die overgevoeligheid van die darmen ook meestal wat ernstiger voordoen dan bij iemand zonder een prikkelbare darm. Wat is dat eigenlijk? Lactose is een suiker dat in zuivelproducten zit en dat bestaat uit twee kleine suikertjes. Koppeltje glucose en galactose wordt door een enzym in de darmwand, een eiwit in de darmwand, afgebroken tot die twee kleinere suikertjes en die kun je absorberen in de darm. Het koppeltje kan de darm niet absorberen, de twee individuele suikertjes wel. Dat is het basisprincipe. En als je te weinig van de lactase hebt, te weinig van dat enzym dat die reactie in gang zet, dan blijft er heel veel of te veel lactose over in de darm dat niet kan worden geabsorbeerd. Dat komt uiteindelijk in de dikke darm terecht, waar dat de bacteriën zitten en die kunnen er wel weg mee. Die gaan dat suikertje wel kunnen verteren. Dat geeft aanleiding tot gasvormen. Bacteriën zijn kleine gasfabrieken. Die gaan gassen produceren als ze voeding verteren.
Er gaan ook vetzuren worden geproduceerd die wat irritant kunnen werken op het darmslijmvlies. En dat geeft aanleiding tot opgeblazen gevoel, krampen en andere klachten die ook bij prikkelbare darm kunnen passen. Dat is zowat het basisprincipe van voedselintolerantie bij prikkelbare darmsyndroom, waar dat we bij het stukje dieet ook nog over gaan praten. Een klein stukje fake news noem ik het. Het is misschien een beetje kort door de bocht gezegd, maar welke theorieën die circuleren op het internet of in de media, die eigenlijk niet helemaal kloppen bij prikkelbare darmsyndroom, is het leaky gut syndroom. Vind je heel veel websites op terug, waarbij het basisprincipe is dat de darmcellen die de darmwand bekleden eigenlijk te poreus worden, te ver van elkaar komen te staan, zodat bacteriën en voedselproducten in de darm door de wand heen eigenlijk in uw lichaam kunnen indringen, in de bloedbaan zelfs kunnen terechtkomen, gaan beginnen circuleren en een hoop problemen kunnen gaan veroorzaken. Men heeft leaky gut syndroom dan gekoppeld aan een heleboel aandoeningen, niet alleen darmklachten, maar ook allergie, astma, auto-immuunziekte, eczeem, obesitas, etc. En volgens die strekkingen zou je dan een hoop supplementen en probiotica en minder scherp omschreven zaken moeten gebruiken om die darmwand te doen herstellen. Maar dat is niet wetenschappelijk gefundeerd, dat is eigenlijk niet echt ergens op gebaseerd. Dus dat gebruiken wij preferentieel niet. Is daar dan niks van aan? Jawel, ik heb er straks gezegd, ja, die darmwand bij een prikkelbaar darmpatiënt is effectief wat meer doorlaatbaar. Hè. Die is niet zo stevig als de darmwand van een andere of van iemand die geen prikkelbare darmsyndroom heeft. Dat weten we. En we weten ook dat het een stukje van de prikkelbare darmpuzzel is. Dat het waarschijnlijk in heel die cascade van gebeurtenissen die klachten geeft, dat daar ergens een rol speelt. Maar het is niet de hoofdader. En we weten ook niet of dat er effectief, ook al is die darm wat lekker, dat er effectief voedselproducten en bacteriën gaan doordringen. Er is eigenlijk niemand die dat ooit echt heeft kunnen aantonen dat dat effectief zo is. Bovendien weten we dat die supplementen die dan worden voorgeschreven, dat die eigenlijk niet marcheren. Er is geen wetenschappelijk onderzoek rond gebeurd. En als je antibiotica gebruikt bij zo'n patiënt, dat dat meestal ook heel weinig effect heeft. Hè. Terwijl je zou denken, als je dan die bacteriën gaat doden, dat dat misschien ook wel een rol speelt. Een tweede term die soms verkeerd wordt gebruikt is SIBO. Dat staat eigenlijk voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Of dunne darm, bacteriële overgroei. Dat is een beetje een moeilijker concept, maar dat komt erop neer dat onder normale omstandigheden de bacteriën in je maag-darmsysteem zich voornamelijk in de dikke darm gaan concentreren. Die zitten daar redelijk afgekapseld, die zijn daarmee heel, heel veel. Uw dunne darm, daar zitten ook wel wat bacteriën in, weten we, maar veel, veel minder dan in de dikke darm. Hoe meer bacteriën dat er in uw dunne darm terechtkomen, hoe meer dat die daar met de vertering van het voedsel dat daar volop bezig is, gaan interfereren, wat tot slechte opname van voedingsstoffen leidt en tot zijn eigen klachten kan leiden. Dus dat fenomeen, dat bestaat effectief. Die dunne darmbacteriële overgroei gaat bij bepaalde omstandigheden de oppervlakte kunnen bereiken en tot klachten kunnen leiden. Maar ook hier zijn er bepaalde websites en meer alternatieve geneeskundige zaken die SIBO als een aparte aandoening in de verf hebben gezet, die niet alleen darmklachten geeft, maar een heel hoop andere klachten zou induceren. Een beetje hetzelfde rijtje als voor de leaky gut. Gewrichtspijnen, mentale problematiek, acne, gewichtsproblemen. Het lijstje is bijna eindeloos. Maar zoals gezegd, SIBO bestaat effectief wel echt, maar bij heel specifieke omstandigheden. Ja. Het beste voorbeeld om dat te begrijpen is bijvoorbeeld een patiënt die een darmoperatie heeft ondergaan waarbij de overgang tussen de dunne en de dikke darm wordt weggenomen. Dat doen we soms bij een kanker of bij een ziekte van Crohn bijvoorbeeld. En dat stukje, daar zit een klep in. Een klep die normaal gezien die twee strikt van elkaar gescheiden houdt en die ervoor zorgt dat de bacteriën in de dikke darm blijven en uw dunne darm relatief bacteriearm blijft. Dus als die klep ertussenuit is, dan kunnen bacteriën heel gemakkelijk opstijgen naar de dunne darm toe. En dan krijg je effectief SIBO. Ja, en dat kunnen we ook behandelen met antibiotica bijvoorbeeld. Komt SIBO voor bij prikkelbare darmsyndroom? Daar zijn we eigenlijk nog niet uit. Er zijn studies die zeggen van wel, in bepaalde omstandigheden. Er zijn studies die zeggen van niet. Het enige dat we weten is als we patiënten gaan behandelen met antibiotica, wat in het eerste voorbeeld een prima behandeling zou zijn. Ja, meestal krijg je die patiënten met zo'n operatie met antibiotica vrij goed. Werkt bij prikkelbare darmsyndroom niet of amper. Ja.
Dus alweer, het is misschien een stukje van de puzzel, maar het is geen geïsoleerde aandoening die prikkelbare darmklachten kan verklaren. Dat is een beetje de nuance die we proberen te brengen. Hoe gaan we nu de diagnose van een prikkelbare darmsyndroom stellen als arts? Ja, dan moeten we misschien beginnen. Waarom is dat zo moeilijk? Waarom is dat niet gelijk een maagsfeer? Waar de arts zegt, je hebt een maagsfeer, voilà, we gaan je pillen geven en het komt allemaal in orde. Of je hebt aanbijen, we gaan die behandelen en het komt allemaal in orde. Ja, een prikkelbare darm is natuurlijk iets helemaal anders. Het heeft te maken met de ziekte zelf. De klachten zijn weinig specifiek. Dat wil zeggen, buikpijn. Er zijn heel veel verschillende problemen die buikpijn kunnen geven. Er zijn heel veel verschillende ziektes die diarree kunnen geven. Dus je kan niet altijd puur op basis van de klacht zeggen, dat is prikkelbare darm of niet. We hebben geen testen, we noemen dat biomerkers. Dingen die we kunnen meten die de diagnose bevestigen. Ik heb gezegd, er is geen enkele test die kan zeggen of je prikkelbare darm hebt of niet. Dat maakt het ook niet gemakkelijk. En elke patiënt heeft natuurlijk zijn eigen unieke verhaal. Er zijn mensen bij wie dat de psychologische factor meer doorweegt. Mensen bij wie er een heel duidelijke infectie in het verhaal is. Mensen die al sinds de kinderjaren last hebben. Dus er zijn evenveel prikkelbare darmsyndromen als er prikkelbare darmpatiënten zijn. En dat maakt het soms ook niet zo gemakkelijk om de diagnostische criteria eruit te halen. Maar het ligt ook aan ons. Er zijn nog te veel collega's die het bezien als een uitsluitingsdiagnose. Wij noemen dat een beetje oneerbiedig een vuilbakdiagnose. Gewoon alles aftoetsen, alles proberen uit te sluiten, elke mogelijke oorzaak afvinken en dan uiteindelijk zeggen, het is allemaal oké, je hebt prikkelbare darmsyndroom. Dat proberen we toch te mijden, want dat leidt eigenlijk tot niks. En er is ook wel onvoldoende kennis, merken wij nog altijd, van wat een prikkelbare darmsyndroom precies is. Dat proberen we hard aan te werken, hoe dat werkt en welke behandelingen dat er op dit moment allemaal beschikbaar zijn. En het ligt ook bij jullie een deel van de puzzel, maar dat is logisch. Door het feit dat de diagnose moeilijk is en dat je misschien niet altijd de antwoorden die je krijgt, ontstaat er heel vaak wantrouwen naar artsen toe. Van het zal wel negatief zijn allemaal. En vaak ook, als je geen goede uitleg krijgt over wat prikkelbare darm is, blijft er vaak een ongerustheid hangen over wat nu de echte oorzaak is van de klachten. Want vaak blijft die indruk achter dat wij eigenlijk niet goed weten waar we aan het zoeken zijn. Of dat we eigenlijk iets zoeken dat we misschien missen. En dat we eigenlijk niet goed weten waar het om draait en dat we prikkelbare darm als een soort excuusdiagnose gaan gebruiken. De Rome-criteria, ik heb u gezegd, dat zijn die criteria die wij gebruiken om die diagnose te stellen, die we internationaal allemaal proberen te gebruiken. Dat is een beetje technisch geformuleerd, maar zoals gezegd gaat het over buikpijn, abdominale pijn, die voldoende vaak moet terugkomen. Als je om de 3 maanden een keer een opstoot hebt, dan heb je geen prikkelbaar darmsyndroom. Dat moet regelmatig voorkomen. In verband met stoelgang, dus beter of slechter als je naar het toilet gaat. De frequentie van je stoelgang gaat veranderen, meer of minder. En de samenstelling van je stoelgang gaat ook veranderen, meer of minder. En als je aan deze criteria voldoet, dan heb je waarschijnlijk een prikkelbaar darmsyndroom. Jullie weten dat wij proberen te denken ook, of een klein beetje proberen te diversifieren in subtypes. Prikkelbare darm is de moeder, laat ons zeggen, en er zijn een aantal zonen en dochters. En we gaan indelen in functie van de stoelgang klassiek. Daar gaan we ook de behandeling een beetje op afstemmen. En dan zijn er 3 subtypes die we proberen eruit te halen. En daarvoor gebruiken we de Bristol Stool Scale. Die hebben jullie misschien ook allemaal wel eens onder jullie neus geduwd gekregen. Dat is eigenlijk een manier om de samenstellingen van uw stoelgang in een score te gieten, zo die wij kunnen gebruiken als vergelijking doorheen de tijd. En ook om een beetje meer duidelijk scherp te krijgen wat voor stoelgang dat je precies hebt. Dat gaat van 1 tot 7. Type 4 is de ideale worst. Type 1, dat zijn de harde konijnenkeutels. En type 7, dat is waterige drek zonder substantie. Hoe meer dat je type 1 en 2 hebt, dus harde stoelgang, dan spreken we over constipatie-IBS. Of constipatie-dominant IBS, of IBSC, kortweg. Hoe meer dat je naar 6 en 7 gaat, heel platte, waterige stoelgang, hoe meer dat je diarree hebt, hoe meer dat we... dan spreken we over diarree-dominant prikkelbare darmsyndroom, of IBSD. En zit het er ergens tussen, varieert het van over heel die schaal van 1 naar 7 en terug... Daar spreken we over een mixed type IBS of een alternerend type IBS. Dus diarree, constipatie of alternerend, dat zijn de 3 types die we er proberen uit te halen.
Functionele darmaandoeningen zijn zelden alleen. We zien dat er een associatie is met andere functionele problemen, waar we ook aandacht proberen voor te hebben als we een prikkelbare darmpatiënt voor de eerste keer zien, omdat we die andere syndromen ook mee moeten behandelen. Anders gaan we waarschijnlijk niet heel ver geraken. Er is een associatie met chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, gewrichtspierpijnen, ook zonder echt heel duidelijke afwijkingen bij de testen die worden gedaan, die soms heel ernstig kunnen zijn, komt heel vaak voor bij prikkelbare darmsyndroom. Blaaspijnsyndroom, dat zijn plasklachten, pijnklachten bij het plassen, zonder duidelijke onderliggende oorzaak, dus ook een functioneel probleem, zien we heel vaak voorkomen. En dyspareunie, en niet onbelangrijk, heel veel vrouwen met prikkelbare darmsyndroom vertonen ook dyspareunie. En dyspareunie wil eigenlijk gewoon zeggen dat je pijn krijgt of ongemak of klachten bij het vrijen. Waar dat zeker voor jonge, maar ook oudere vrouwen een heel belangrijke impact heeft op de levenskwaliteit. Dus dat proberen we er toch ook altijd mee uit te halen. Wat gaan wij nu doen om een prikkelbare darmsyndroom vast te stellen? Ik heb u gezegd, vroeger was dat een uitsluitingsdiagnose, een vuilbakdiagnose, heel veel testen doen en als er niks anders overbleef, dan had je een prikkelbare darmsyndroom. Ondertussen weten we dat dat allemaal niet nodig is, dat al die testen heel weinig opbrengen als je goed naar het verhaal van je patiënt luistert. En dat we eigenlijk helemaal niet veel onderzoek nodig hebben als je geen verdachte symptomen vertoont. Daar komen ze niet nog op terug. Dus wat heb je nodig? Je hebt klachten nodig, uiteraard, die passen bij een prikkelbare darmsyndroom. En daar gebruiken we die Rome-criteria een klein beetje als kapstok. We doen een bloedonderzoek. Daar gaan we kijken naar celiakie, glutenintolerantie. Dat is een ziekte waar je een ontstekingsreactie ontwikkelt als je gluten gaat innemen, graanproducten gaat innemen. En die kunnen we opmeten in het bloed. We gaan ontstekingsparameters opmeten. Als je toch een infectie zou hebben of een ziekte van Crohn, dan gaan die gestoord zijn. We controleren meestal ook voor suikerziekte, soms ook voor schildklierproblemen. En that's it. Dat is eigenlijk voldoende. Daar combineren we een stoelgangsonderzoek bij. Ook hier gaan we ontsteking opmeten. Je kunt de maat van ontsteking in stoelgang opmeten. We gaan beesten opsporen, parasieten, bacteriën die infecties kunnen veroorzaken. Is dat negatief? Is uw bloed normaal? Zijn uw klachten typisch voor een prikkelbare darmsyndroom? Dan hebben we de diagnose eigenlijk gesteld. En is verder onderzoek op dit moment niet noodzakelijk. Wanneer moeten we wel meer onderzoek doen? Of gaan we, het meest vervelende onderzoek dat wij doen, velen onder jullie zullen dat ongetwijfeld weten, is een coloscopie. Waarbij dat we met een camera via de aars heel de dikke darm gaan bekijken. En je de darm dus ook helemaal moet leegmaken op voorhand. Dat is niet zo'n heel fijne aangelegenheid. Dat doen we zeker niet bij iedereen. Dat doen we bij patiënten die wat ouder zijn, die de leeftijd van 45, 50 jaar overstijgen. Maar dat gaan we niet alleen bij prikkelbare darm doen, maar bij iedereen die bij ons komt. Vanaf die leeftijd krijgt een coloscopie. Als je bloed bij de stoelgang hebt, dat is voor ons altijd een vervelender teken. Ja, dan gaan we ook een coloscopie doen vaak. Als je gewichtsverlies hebt zonder dat je aan het diëten bent, uiteraard, maar zonder dat je kan verklaren waarom je vermagert, dan gaan we ook een coloscopie doen. En als je naast de familie hebt met darmkanker of met ziekte van Crohn bijvoorbeeld, je vader, je moeder, een broer of een zus, dan is het ook veiliger om toch meer onderzoek uit de kast te halen. Is dat er allemaal niet, dan volstaat ons stoelgangsbloedonderzoek en bloedonderzoek om de diagnose te kunnen stellen. Dus dat is eigenlijk niet zo heel veel werk. Terug een klein stukje fake news. Wat is er niet zinvol, maar kan je wel laten doen als je er op het internet achter zoekt? Dat zijn voedselintolerantietesten in het bloed. Ik heb u gezegd dat dat eigenlijk niet kan, dat je geen voedselintolerantie kan opsporen in het bloed. Maar er zijn labo's die beweren van wel, door naar specifieke antilichamen tegen voedselproducten te gaan testen. Kost ongeveer €100, niet terugbetaald door de ziekenkas, om zo'n heel kleurrijk plaatje te krijgen van alle mogelijke voedselproducten waar je antilichamen tegen hebt en waar je dan volgens de theorie een intolerantie voor zou hebben. En dat wil zeggen dat je al die voedselproducten ook moet gaan schrappen uit je voeding om beter te zijn. Meestal marcheert dat niet, ten eerste. Ten tweede is het ook niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dus we weten gewoon niet of dat marcheert. En de antilichamen die worden getest, je gaat altijd een heel aantal van die voedselproducten hebben waar je positief op scoort. Maar die antilichamen willen eigenlijk gewoon zeggen dat je met die voedselproducten in aanraking komt. Als jij heel veel roggen eet bijvoorbeeld, dan ga je antilichamen tegen roggen in je bloed hebben. Dus dat is ook hetgeen dat men opmeet. Eet je heel veel kip, dan ga je meer antilichamen tegen kip eten. Dat wil niet zeggen dat je er daarom niet tegen kan. Dat wil gewoon zeggen dat je dat eet. Dus heel dit
palet van antilichamen is gewoon een reflectie van je dieet. Is geen reflectie van intolerantie, maar dat is wat je eet. Maar dat betaalt je dan 100 euro voor om dat te weten. Je zou dat ook gewoon kunnen opschrijven eigenlijk. Wat kan je nog laten doen? Een volledige microbioomanalyse. Ik heb u gezegd, wij weten zelfs niet hoe dat een normaal microbioom er exact moet uitzien. Daar zijn we hard aan het werken om dat wel te begrijpen. Maar er zijn labels die alweer vrij dure testen laten doen, 150, 200 euro vaak, ook niet terugbetaald, waarbij dat je effectief alweer heel professioneel uitziende plaatjes krijgt van hoe dat je microbioom is samengesteld. Ook hier, die testen zijn niet gevalideerd, dus die zijn niet wetenschappelijk onderzocht. We weten eigenlijk niet wat je precies meet. En we weten ook niet welke behandeling dat je eraan moet koppelen. We weten niet, in functie van die kleurrijke plaatjes, welke medicamenten dat je dan nodig hebt om je beter te doen voelen. Dus ook daar blijven wij liever ver van weg. Goed, dan ga ik jullie nog in een tweede stukje een klein beetje meenemen in hoe dat we prikkelbare darmsyndroom op dit moment behandelen. Ik ga de nieuwere foefjes, dat ga ik aan dokter Nulles laten, maar de wapens die wij nu hebben en die jullie waarschijnlijk voor een deel ook kennen, hoe zit dat in elkaar en hoe marcheert dat? Heel belangrijk is dat je goed begrijpt, is dat prikkelbaar darmsyndroom niet te genezen valt. Er is geen enkele therapie die prikkelbare darm doet verdwijnen. Ik heb nog geen enkele prikkelbare darmpatiënt genezen door medicamenten voor te schrijven. Dat is een chronische aandoening. We weten niet exact hoe dat ze ontstaat, dus we kunnen de oorzaak ook niet wegnemen. Dus spijt genoeg zit je daarmee. Wat proberen wij als arts te doen, en dat proberen we ook als we jullie de eerste keer zien, toch mee jullie door te nemen en mee te geven, is dat we vooral de frequentie en de intensiteit van de klachten willen doen verminderen. We werken op uw klachten in, de ernst van de ziekte willen beperken en vooral uw levenskwaliteit willen verbeteren. Dat is waar het allemaal om draait. Prikkelbare darm heeft op heel veel aspecten van uw functioneren een impact, op uw sociaal functioneren, professioneel, uw voedingspatroon, hoe dat je voelt. En daar proberen we allemaal op in te werken. Hier gaan we terug onze gut-brain as boven halen. De behandeling van prikkelbare darmsyndroom, die hangen we ook op aan die as. We proberen op verschillende aspecten van die interactie in te spelen. Dus dat gaat een paar keer terugkomen in wat ik ga vertellen. En als we beginnen met het aanpakken van darmklachten of prikkelbare darmklachten, dan beginnen we met levensstijlaanpassingen en dan gaan we in eerste instantie voedingsadvies geven. Ofwel via de huisarts of via een diëtist of via ons. Wat gaan we meegeven? Vermijden van maaltijden uit te stellen of te schrappen. Het niet eten is geen therapie. Sommige patiënten die gaan alles van tafel vegen, dat is geen behandeling. Dat gaat u zelf in de problemen brengen. Dat proberen we te mijden. We proberen het dieet aan te passen, niet het dieet te schrappen. Kunstmatige zoetstoffen, die proberen we ook heel snel uit het dieet te halen. Sorbitol, dat zijn zoet- of suikervervangers die in heel veel voedselproducten voorkomen. En het gebruik van onoplosbare vezels, dat zijn harde vezels die in de voeding zitten, in groente, fruit, zemelen, schillen van tomaten en paprika bijvoorbeeld, echt harde rauwkost, wortelen, groenten, dingen die je maag-darmsysteem allemaal heel veel moeite vragen om te verteren, die gaan ook meer klachten kunnen geven. We vragen ook om koffie- en theegebruik wat te beperken, omdat dat klachten kan uitlokken. Hetzelfde voor alcohol, bruisende dranken, dat kan opblazen geven, kan beter ook mijden. Fruit is gezond, maar te veel fruit is heel veel voedingsstof voor de bacteriën in de dikke darm, die dat ook gaan gebruiken voor een deel en gaan vergisten. Dat geeft ook soms meer klachten, dus je hoeft daar zeker niet in te overdrijven. 1 tot 3 maximum stukken fruit per dag is meer dan voldoende. Dus regelmatige maaltijden, niet te veel maaltijden overslagen. Uw tijd nemen voor het eten. Als je uw maag-darmsysteem op heel korte tijd heel veel werk geeft, dan raakt dat soms van slag. Voldoende water drinken, dat is belangrijk voor een goede stoelgang, een gezonde stoelgang samen te stellen. En oplosbare vezels in de voeding gebruiken. Bruin brood in plaats van wit brood bijvoorbeeld, volkorenproducten. Allemaal om uw stoelgang de ideale substantie te geven. En dan gaan we meer naar de medicamenten toe. Hetgeen dat wij meestal in de eerste instantie gaan voorschrijven als we een prikkelbare darmpatiënt voor de eerste keer zien, dat noemen we spasmolytica. Dat zijn producten die de spanning op de darm, de spierspanning op de darm gaan verminderen, waardoor dat die meer ontspannen wordt, daardoor minder pijnprikkels naar de hersenen toe afvuurt en ook minder stoelgangsklachten tot gevolg heeft. Het meest gekende en betrouwbare product, of hetgeen waar de meeste studies mee zijn gebeurd, is Spasmomen. Dat kennen jullie ongetwijfeld allemaal.
Werkt zeker niet voor iedereen. Hè. Er is geen enkel product dat voor iedereen werkt, maar heeft een vrij betrouwbare werking. Tempocol is een alternatief. Hè. Dat is op basis van pepermuntolie, maar werkt eigenlijk een beetje op vergelijkbare manier. Gaat die spanning doen dalen. Simalviane is een nieuw product op de markt, wat ook werkt door spierontspannend te werken. Maar we hebben allemaal een klein beetje hetzelfde werkingsmechanisme. En als je op het een niet reageert, ja, dan ga je waarschijnlijk op het ander ook niet ideaal reageren. Dus het is een beetje in functie van hetgeen dat je het beste verdraagt of hetgeen waar je de beste ervaring mee hebt. Dat gaat vooral werken voor de pijnklachten, dus daar geven we het vooral voor, en voor het opgeblazen gevoel. En het is vooral heel belangrijk dat je het niet gebruikt alleen wanneer je last hebt. Hè. Als je die producten neemt, en dat moet je ook meekrijgen als je het voorschrift krijgt, is dat je dat voldoende lang moet nemen en voldoende consequent. Hè. Dus zeker 6 tot 8 weken en echt volgens een vast tramien. Hè, voor spasmomen bijvoorbeeld is dat 3 keer per dag voor elke maaltijd. En dat duurt even voordat dat dan zijn effect ziet. Hè. Dus je moet dat opbouwen. Dus als dat na een week niet marcheert, dan moet het nog niet opgeven, dan moet het nog even doorzetten. Dat is voor de pijn, hè, dat is de basis. Ik heb gezegd, pijn is voor prikkelbare darm de klacht die op de voorgrond staat. Dus daar kunnen we dan op werken. De stoelgang hè, die misloopt, daar kunnen we op andere manieren aan gaan knutselen. En dat doen we vaak in eerste instantie door oplosbare vezels te gaan bijgeven. Je kan dat in de voeding doen, hè, door bruinbrood te gebruiken bijvoorbeeld. Maar je kan dat ook in een geconcentreerde vorm in een zakje of in een pot doen, die je oplost in water en zo binnenneemt bij de maaltijd. Wat doen die producten? Dat werkt een klein beetje zoals maïzena. Dat gaat eigenlijk je stoelgang binden, water absorberen en ervoor zorgen dat je stoelgang een goede consistentie heeft. Niet te plat, niet te hard, maar een Bristol 4. Die mooie, gladde, elastische worst. Hoe beter dat je consistentie is, hoe gemakkelijker dat je darmen ermee kunnen omgaan, hoe gemakkelijker dat je een darm geredigd krijgt, hoe minder klachten dat je gaat hebben. Heel belangrijk is dat je er voldoende water bij drinkt, want anders marcheren ze niet. En niet te veel gebruiken, want dat kan soms een klein beetje tot opblazen of een opgeblazen gevoel leiden, omdat dat ook door bacteriën in de darm voor een deel wordt verwerkt. Heb je desondanks nog de harde stoelgang, dan kunnen we klassieke laxeermiddelen gaan gebruiken. Dat kennen jullie allemaal, Movicol, Forlax, Bifiteral, dat zijn allemaal producten die ja, ook in je stoelgang blijven en daar vocht aantrekken. Dus je stoelgang wordt gewoon vochtiger of minder droog, minder hard. Dat is het enige dat ze doen. Gebruiken we heel vaak, werkt meestal zeer betrouwbaar. En heel belangrijk, heel veel mensen denken nog altijd dat je daar luie darmen van krijgt als je dat te veel neemt. Als je harde stoelgang hebt, dan is het enige wat ze doen, verzachten. En je darmen gaan er eigenlijk alleen maar beter van worden. Als je dat op een correcte manier gebruikt, ga je daar geen luie darmen van krijgen. Als je aan het omgekeerde einde van het spectrum zit, niet te hard, maar te plat, dan geven wij vaak Imodium. Hè. Imodium dat je ook gebruikt voor een buikgriep bijvoorbeeld, hè, kortdurend. Kun je ook langdurig gebruiken als je chronisch diarree hebt. Dat gaat je transit wat trager maken, je stoelgang wat meer binden. En het grootste probleem is dat het soms omslaagt naar constipatie. Het is niet heel gemakkelijk om het juiste evenwicht te vinden. En dat is niet altijd een evenhandig product om mee te werken. Daarom geef ik meestal mee om het daarin te gebruiken als je bijvoorbeeld een uitstap doet, naar de supermarkt gaat, op stap gaat, op restaurant gaat. En als je gewoon thuis bent en je toilet bij de buurt hebt, van het dan te laten bijvoorbeeld. Voilà, dat is eigenlijk uw basisschema voor prikkelbare darm. Uw levensstijl wat aanpassen, voldoende lichaamsbeweging, gezonde voeding. Voor de pijn, zo'n spasmolyticum is een prima keuze, oplosbare vezels. Is het desondanks de stoelgang te hard, dan kan je een laxeermiddel gebruiken. Is het desondanks de stoelgang te plat, dan kan je Imodium gebruiken. En daarmee gaan we eigenlijk al heel veel patiënten met prikkelbare darm toch kunnen verder helpen. Als dat niet voldoende is, dan wordt het een beetje complexer en wat moeilijker. Dan gaat het er ook weer een beetje van afhangen wat de voornaamste klacht is en kunnen we op verschillende componenten van heel dat werkingsmechanisme wat proberen in te spelen. Voor de pijn werken wij heel vaak met antidepressiva. En dat is een hele moeilijke. Hè? Omdat die antidepressiva op de bijsluiter gaat dat staan, dat is voor depressie. Hè? Dat heeft een heel negatieve bijklank. Je wordt er dik van, dat is verslavend, je wordt er impotent van. Heel negatieve connotatie. Maar wij gebruiken het ook in een veel lagere dosis dan voor een depressie meestal, omdat het inwerkt op pijnperceptie. Dus het gaat de signalen die vanuit uw darm naar de hersenen toe trekken en waar er bij een prikkelbare darm geen filter meer op zit, dat gaat daar terug een filter op zetten. Dus er wordt minder informatie doorgeseind, minder pijn doorgeseind
en daardoor gaat u comfortabeler voelen. Dat werkt eigenlijk verbazingwekkend goed. Hè? En we kunnen dan veel patiënten die niet goed reageren op het voorgaande en toch nog veel pijn hebben, eigenlijk vrij goed mee verder helpen. Maar dat vraagt een klein beetje, dat vraagt veel communicatie. Hè? Want je moet goed begrijpen waarom dat we dat geven. Als ik u gewoon een voorschrift geef voor een antidepressivum, probeer dat maar en er geen uitleg over geef, dan gaat het nooit meer terugkomen. Hè? Dus je moet goed begrijpen waarom dat we dat geven. Dus niet voor het antidepressief effect, hè? Voor het pijnstillend effect, dat alle chance optreedt aan een lage dosis, waardoor dat de neveneffecten meestal meevallen. Niet verslavend. Hè? Veel mensen denken, ik start ermee, ik ga er nooit meer vanaf geraken. Dat is niet waar. Hè? Die antidepressiva werken niet verslavend. Je gaat er geen zombie van worden aan de dosissen die wij gebruiken. Het kan vlot afgebouwd en gestopt worden. Hè? Dus het is niet, je start ermee voor de rest van je leven. We geven dat 6 maanden tot 12 maanden en dan stoppen. Als het werkt. Hè? Werkt ook op darmniveau, niet alleen op de signalen naar de hersenen toe, gaat ook de hoogte van uw darmen een kalmerend effect hebben. Ook hier voldoende lang gebruiken, omdat het niet van dag 1 op dag 2 werkt. Dus dat heeft een klein beetje inlooptijd nodig. Wat kunnen we nog doen voor de stoelgang? Als je vooral geconstipeerd bent en de laxativa werken niet, dan zijn er 2 nieuwere producten die we kunnen gebruiken. Resolor is een vrij duur product dat vooral voor constipatie bestemd is en dat heel efficiënt werkt. Dat gaat de darmen prikkelen, aan het werk zetten, verbetert de bewegingen van de darm, maar werkt niet in op pijnperceptie. Uw stoelgang gaat vlotter worden, maar op de pijn doet dat meestal niet veel en het kost vrij veel geld. Een beter product voor ons om mee te werken is Constella. Dat is een relatief nieuw product en eigenlijk een van de eerste dat echt voor prikkelbare darm ontworpen is en dat ook als indicatie prikkelbare darm heeft. En werkt goed omdat het enerzijds heel, heel sterk laxeert, dus voor de constipatievariant voornamelijk. En anderzijds heeft het ook een pijnstillend effect. Dus het gaat ook die pijnsignalen die vanuit de darm naar de hersenen toetrekken, verminderen. Daar terug een filter op zetten. Spijt genoeg ook niet terugbetaald. Het is minder duur dan Resolar. Kost je ongeveer een dikke €60 voor een maand. En we hopen dat er ooit verandering in komt, maar voorlopig is het nog vrij kostelijk. En soms werkt het te goed, waardoor dat je diarree krijgt. Dus daar moet je ook een klein beetje voor oppassen. Maar als je toch nog diarree krijgt, dan gaan we naar de galzouten kijken. Gal, dat is een beetje technisch, wordt aangemaakt in je lever. Daar zitten galzouten in en die zorgen ervoor, dat wordt afgescheiden in je darm, die zorgen ervoor dat je vet kan absorberen. Dat is wat ze doen. Zorgen ervoor dat er vet in je bloedbaan terechtkomt vanuit een darm. En die worden op het einde van de dunne darm allemaal terug opgezogen in je bloed, worden allemaal gerecycleerd, gaan via je bloed terug naar de lever toestromen en kunnen daar hergebruikt worden. Dus dat is eigenlijk een klein recyclageprogramma in je lichaam. Het probleem is, je dunne darm kan tegen die galzouten perfect tegen, maar je dikke darm niet. Dus als die recyclage niet goed gebeurt en er gaan te veel galzouten in je dikke darm terechtkomen, dan gaan die daar prikkelen, irriteren, diarree kunnen geven, krampen kunnen geven en eigenlijk tot prikkelbare darmsyndroom kunnen leiden. En we weten dat dat bij 1 op 4 patiënten met diarree, prikkelbare darm, effectief een probleem kan zijn. En het goede is dat we dat kunnen behandelen. Er bestaat zoiets als een galzoutbinder die galzouten een soort jasje gaat geven, een omhulling gaat geven, waardoor dat die niet meer kunnen prikkelen en irriteren en eigenlijk schadeloos door de darm met de stoelgang het lichaam gaan verlaten. Het product dat we daarvoor gebruiken noemt Questram en kan effectief soms ook wel een beetje verschil gaan maken. Goed, we zijn bijna aan het einde van mijn verhaal. Wat kunnen we nog doen? Dit is nog een nieuw medicament, Gelsectan. Is een extract van tamarindebonen, ter anekdote. Is een product dat eigenlijk een soort van gellaagje op je darmwand legt. Dus dat speelt eigenlijk in op die verhoogde permeabiliteit, die leaky gut component van het verhaal, waardoor dat je darm steviger wordt en op die manier je minder klachten gaat ontwikkelen. Werkt ook een beetje als een prebioticum, gaat als voedingsstof dienen voor darmbacteriën, waardoor dat je darmbacteriën zich ook beter gaan gedragen. En werkt voor patiënten met prikkelbare darm en diarree soms vrij goed. Zoals gezegd kun je ook op ons microbioom inwerken met probiotica te gebruiken. Daar kan je een heel gamma van in de winkel vinden. Wat zijn dat? Dat zijn levende bacteriën, micro-organismen die je inneemt
En als je er voldoende gebruikt, dan ga je er beter mee voelen. Dat is de definitie van een probioticum. Wij gebruiken dat ook voor prikkelbare darmsyndroom, maar ook in de grotere studies die men daarmee gedaan heeft. Er zijn er veel die goed zijn, dat mensen zich beter voelen. Er zijn er veel die zeggen dat dat niks doet, of dat het placebo zelfs beter werkt. Dus eigenlijk weten we daar ook nog niet perfect welk product dat we juist moeten gebruiken. Het is zeker niet heel voorspelbaar of spectaculair altijd. Als je het gebruikt, probeer dan ook advies te vragen welk probioticum dat je best gebruikt. Niet allemaal bevatten ze de bacteriën die erin zouden moeten zitten. Alphorex, Kygemea, dat zijn voorbeelden van probiotica die een eerder gunstig profiel hebben. En dan nog een kort woordje over niet-medicamenteuze behandelingen. We hebben heel veel pillen vernoemd, maar we werken niet alleen met pillen. We kunnen ook inwerken op de hersenfactor, op de van onze brain-gut-as, door met psychotherapie te werken. Wij sturen nu niet naar de psychotherapeut omdat je gek bent, om dat aan te pakken. Wij sturen prikkelbare darmpatiënten naar de therapeut om cognitieve gedragstherapie toe te passen. Wat is dat? Als je fysieke klachten hebt, dan gaat dat leiden tot een aantal reflexen in je lichaam en in je hersenen die je niet altijd onder controle hebt. Je gaat bijvoorbeeld vermijdingsgedrag vertonen. Je hebt diarree, soms heb je weinig tijd om naar het toilet te geraken. Dus de context die je hersenen daarbij passen is, ik kan beter thuisblijven. Je gaat thuisblijven, je gaat je eigenlijk slechter voelen. Je gaat sociaal geïsoleerd raken en dat wordt een soort van vicieuze cirkel waar je in vast komt te zitten. Wat wij doen met cognitieve gedragstherapie is dat soort, we noemen dat catastrofaal denken, altijd uitgaan van het ergste scenario, is dat proberen bij te stellen en we eigenlijk op een gecontroleerde manier juist wel aan die prikkels bloot te stellen en daardoor ook terug vertrouwen te creëren dat je je darmen de baas kunt, laat ons het zo noemen. Werkt soms zeer, zeer goed, helpt ook om zeker bij heel angstige patiënten die cyclus te doorbreken. En het is niet gewoon praattherapie over hoe dat je bent opgegroeid en hoe dat je relatie met je ouders is. Nee, dat is echt soms echt letterlijk met een therapeut naar buiten gaan, samen naar de winkel gaan en op die manier reflexen en technieken leren om die angst onder controle te krijgen. Er zijn bepaalde landen waar hypnosetherapie effectief ook in het gamma zit. In België hebben we daar minder ervaring mee, maar in Nederland bijvoorbeeld heb je echt een netwerk van geschoolde hypnotherapeuten die prikkelbare darmsyndroom behandelen. Er zijn ook studies rond gebeurd en dat werkt eigenlijk redelijk goed. Maar we gebruiken het niet omdat ik geen hypnotherapeuten ken die er echt in gespecialiseerd zijn. Over dieet, dat ga ik overslagen, daar komt nog een heel praatje op terug en de bekkenbodem ook. Dus om af te sluiten... Prikkelbare darmsyndroom, we hebben daar een heel gamma aan therapieën die we kunnen toepassen, die we ergens op die brain-gut-as kunnen zetten. We kunnen werken met pillen, we kunnen werken met voeding, levensstijl, gedragstherapie. Dat is echt een multidisciplinaire aanpak geworden. Er zijn heel veel mogelijkheden die we een klein beetje op maat van uw klachten en uw profiel proberen toe te passen. En wat wij vooral willen doen, en dat is ook het doel van deze dag, is jullie informeren. Jullie vooral bewust maken van wat is het... Hoe marcheert het? Wat is er zinvol? Wat niet? Die therapieën, hoe zit dat? Wat kan ik het best doen? Daar heeft vooral Kathleen, ik heb daar eigenlijk een klein portieke, maar Kathleen heeft dit bijna volledig zelfstandig op poten gezet. Kathleen van Malderen, een hele mooie website gemaakt waar heel veel informatie op gegroepeerd wordt die wij toch proberen kritisch wetenschappelijk te toetsen. En binnenkort, dat is een beetje persoonlijke reclame, komt er ook nog een boek uit die ik heb geschreven. Eigenlijk met hetzelfde doel om zoveel mogelijk informatie te geven. En eigenlijk een heel uitgebreide versie is van wat ik jullie vandaag heb verteld. Die komt eind dit jaar uit. Voilà.